Valerius de Sadeleer wordt eigenlijk in 1867 geboren hier in Aalst. Nu, de jonge de Sadeleer, Valerius, heeft eigenlijk niet echt is geen studiehoofd. Hij heeft lak aan studeren. Het enige wat hem interesseert zijn de lessen tekenen en schilderen in de Aalsterse Kunstacademie. Zijn vader probeert hem toch een serieuze job aan te leren en hij stuurt hem eigenlijk naar een weefschool in Gent. Maar eigenlijk, buiten het medeweten van zijn vader, gaat hij zich inschrijven aan de Kunstacademie in Gent, omdat zijn grote droom is schilder te worden. En vanaf dan verlaat de Sadeleer Aalst, zijn geboortestad, en trekt hij naar Gent en begint met een ganse zwerftocht door een academie waar hij niet veel leert. Probeert hij zelf zijn geld te verdienen als schilder. En uiteindelijk gaat hij in de leer bij een Brusselse schilder, de uit Dendermonde afkomstige Frans Courtus. En daar leert hij eigenlijk de stijl van het schilderen. Zo sterk dat hij eigenlijk volledig in stijl zijn leermeester gaat naapen. Eigenlijk de eerste 20 jaar van de loopbaan van de Sadeleer schildert hij volledig in de stijl van zijn leermeester. We zien dat aan een werk dat hier hangt van Courtus en een gelijkaardig onderwerp van de Sadeleer. En eigenlijk is dat bijna identiek. Dat is een ganse zoektocht bij de Sadeleer. En uiteindelijk verandert dat pas in begin 20e eeuw als hij naar Sint Martenslatum verhuist. Een klein dorpje net buiten Gent aan de Leie, zeer idyllisch. En daar komen een aantal kunstenaarsvrienden bij elkaar. En samen zoeken ze eigenlijk een volledig nieuwe stijl die breekt met die oude kunststijl. In Martenslatum is het voor de Sadeleer vooral belangrijk dat ze samenkomen met een aantal gelijkgezinde kunstenaars. Je hebt de beeldhouwer Georges Minne, de schilder Gustave van de Woestijnen, zijn broer Karel van de Woestijnen, die een bekend, toen al bekend dichter was. En samen komen zij en vormen zij wat wij later de eerste school van Latem gaan noemen. En belangrijk voor die schilders is een bezoek dat ze brengen in 1902-1903 aan de grote tentoonstelling van de Vlaamse primitieven, die in Brugge doorging. En daar vindt de Sadeleer plotseling nieuwe inspiratie voor zijn schilderstijl. Alle details worden weggelaten. Het virtuose schilderen van Frans Courtus veegt hij volledig weg in functie van zo'n beïnvloeding door de schilderijen van Pieter Bruegel. Waar je een heel verstilde wereld krijgt. En het eerste werk dat voor de Sadeleer ook het begin van zijn nieuwe carrière betekent, is eigenlijk het schilderij De Leiebocht. Dus hij gaat zijn levensomgeving, De Leie, waar hij woont, schilderen. Hij gaat dat in verschillende schilderijen naast elkaar schilderen. Dus dat hij een lange fries krijgt van dat Leiezicht. Hij gaat dat later ook in één schilderij, zeer lang gerekt schilderij, proberen te schilderen. En dat is eigenlijk het begin van de nieuwe de Sadeleer en plotseling van een zeer obscure schilder bevindt hij zich plotseling in de avant-garde van die tijd en wordt hij plotseling erkend als een belangrijk schilder. Eindelijk, na zoveel jaar miserie, is hij een gevestigd kunstenaar. Hij gaat dan ook verhuizen. In 1908 verhuist hij naar Tighem in de Vlaamse Ardennen. Zijn schilderstijl blijft hetzelfde, het landschap wordt wel anders. Dus die vlakke leien wordt plotseling vervangen door de heuvelige Vlaamse Ardennen. En de typische de Sadeleer-schilderijen ontstaan nu. Dus die sneeuwlandschappen, die heuvels, zoals wij de klassieke de Sadeleer kennen. In 1914 begint de Eerste Wereldoorlog en de Sadeleer vlucht naar Engeland. En hij gaat tot 1921 gaat hij in Wales wonen, waar hij voort blijft schilderen. Alleen ligt het landschap hem daar minder. Hij heeft geen band met het landschap. En is dan ook 1921 komt hij terug naar Vlaanderen en hij gaat terug naar de Vlaamse Ardennen wonen, maar nu in Etikhoven.
En daar blijft hij eigenlijk ongeveer de rest van zijn leven wonen. Maar de band met Aalst blijft ook altijd bestaan. Dus hij komt regelmatig naar Aalst. De gemeenteraad roept hem bijvoorbeeld ook uit in 1933 tot ereburger. En die band is eigenlijk altijd blijven bestaan. Het is ook zo dat hij overlijdt in 1941. En het was zijn wens eigenlijk om in Aalst begraven te worden. Eind jaren 90 is er een nieuw initiatief van Aalst. Dan wordt een stambeeld van de zaadheer opgericht. Het was eigenlijk al jarenlang voor geijverd om dat te doen, maar dan pas komt het ervan. Hier op de Oude Vismarkt, een ontwerp van beeldhouwer Mark de Bruin, wordt het standbeeld van de zaadheer opgericht. En eigenlijk is dat zeer leuk, omdat je vanuit het Stedelijk Museum, waar de verzameling van de schilderijen van de zaadheer hangen, eigenlijk het beeld kan zien. Het beeld kan ook de zaal in het museum zien met de schilderijen. We laten ook altijd het raam, de gordijntjes open, dat er die visuele band altijd is tussen de zaadleer en schilderijen en eigenlijk het standbeeld van de zaadleer.